We zijn vandaag in Schipluiden. Hier zijn we bezig met de reconstructie van de N223 fase 3 in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Deze weg vormt een belangrijke schakel tussen de A4 bij Delft en de A20 bij Westerlee. Het hoofddoel van dit project is om de verkeersveiligheid van de N223 te verbeteren, omdat de ongevalscijfers 1,5 tot 2 maal hoger zijn dan gemiddeld in de provincie Zuid-Holland. Hierbij is er ook veel aandacht voor het comfort van de fietsers en de duurzame landschappelijke inpassing in de gemeente Midden-Delfland. Het is een design- en constructwerk waarbij we gestart zijn met een dialogenserie met de klant. Dat betekent dat we zelf een grote inbreng hebben gehad met betrekking tot de werkmethode en hoe het werk er uiteindelijk uit komt te zien. Naast de uitwerking van het ontwerp zijn we ook verantwoordelijk voor de afstemming met alle publieke en particuliere partijen binnen de projectgrens. Een design- en constructwerk betekent natuurlijk ook dat je het proces goed moet volgen, omdat de werkzaamheden aantoonbaar aan alle eisen moet voldoen. De tender zijn we vorig jaar, ondanks de coronalockdown, lean en mean aangevlogen met een klein, maar zeer gemotiveerd Van Kessel-team. Dit heeft geresulteerd in een mooie opdracht die we samen met Gebroeders De Koning uit Papendrecht hebben aangenomen. Naast het vertrouwde stukje wegenbouw bouwen we ook een fietstunnel van 33 meter en werken we het landschapsplan uit in samenwerking met de gemeente Midden-Delfland en de omwonenden. De firma De Koning verbreedt en versterkt de bestaande brug uit 1930 die in de N223 zit. Met fase A zijn we in juni vorig jaar gestart en deze hebben we nu grotendeels afgerond. Voor fase B zijn we drukdoende met het ontwerp en de voorbereidingen. We starten met deze fase rondom de zomer en het gehele werk verwachten we in oktober 2022 af te ronden. We hebben in fase A de watergangen al naar buiten gelegd en de hoofdrijbaan aan twee kanten verbreed. We gaan ook beide fietspaden die parallel lopen aan de hoofdrijbaan verbreden en verleggen. Verder hebben we een stuk B-weg verbreed en opnieuw geasfalteerd. En als laatste pakken we in deze fase de kruising bij de Lotsweg nog op. Dit om de verkeersveiligheid voor de fietsers te waarborgen. Voor de versterking van de hoofdrijbaan hebben we 3900 ton duurzame onder- en tussenlagen verwerkt in de vorm van het HERA-mengsel en de Conway CO2. Deze groene mengsels worden geproduceerd bij een voor asfalt begrippen lage temperatuur tussen de 85 en de 115 graden Celsius en beschikt bovendien over een zeer hoog recyclingspercentage van maar liefst 85 tot 100%. Verder is ook 2600 meter asfaltwapening aangebracht en 870 ton SMA deklaag met 40% PR. Het hoge percentage hergebruik in combinatie met de productietemperatuur maakt dat op twee vlakken CO2-emissie wordt tegengegaan. Totaal is hier voor de aanpassing van de hoofdrijbaan ongeveer 13.000 ton getransporteerd. Dit zijn plusminus 600 transportbewegingen. Het fietspad aan de noordzijde is door de provincie bestempeld als metropolitaans fietspad. Zeg maar een soort snelwegverbinding voor de fietsers. Hier hebben wij de innovatieve Conway CO2 City deklaag gedraaid, die een 10% lagere rolweerstand heeft dan een standaard deklaag. Kijk, dat is nou zo leuk aan het werken bij Gebroeders Van Kessel. Het werk is uitdagend en je bent ook nog duurzaam bezig. Het werk ligt in twee gemeenten die beide een geheel andere invulling vragen. De gemeente Westland staat voor heel veel kassenbouw en bedrijvigheid. De gemeente Midden-Delfland daartegenover kenmerkt zich als een groene gemeente met open weide akkers en een hoogwaardig landschappelijk en culturele inpassing. De uitdaging zit er bij deze laatste in om de N223 zo min mogelijk zichtbaar te maken in het landschap. Bij de inrichting minimaliseren we dan ook de in te passen objecten en geven deze een natuurlijke uitstraling. De uitvraag was gebaseerd op het tweezijdig verlengen van deze kleine en onverlichte tunnel. In het kader van duurzame veiligheid hebben wij in de tender aangeboden om deze in zijn geheel te vervangen voor een grotere, verlichte versie, die ook nog eens voorzien is van een kunstuiting. Deze kunstuiting verwijst naar de kleuren van de gebiedseigen gewassen en is tevens voorzien van een dichtregel van een lokale dichter. Van de provincie ontvingen wij een positieve waardering voor deze veilige en kunstzinnige oplossing. En dat heeft goed bijgedragen aan onze positieve score op de MV-onderdeel. Voor de recreanten van het gebied leggen we twee duurzame en leerzame verblijfplaatsen aan. Het verhaal van de geschiedenis van dit gebied wordt uitgebeeld door teksten en beelden die in de fraaie eikenlandschapsbanken zijn gebrand. Verder zorgen we ook voor een vaste fietspomp en een gratis oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Deze worden samen met de tunnelverlichting en de bushokjes gevoed door te plaatsen zonnepanelen met accu's. Een gewaardeerde duurzame oplossing. Het is een mooi project in een complexe omgeving. En ik ben dan ook trots dat wij hier samen met Gebroeders de Koning een bijdrage mogen leveren.